het proces, hoe je een wet maakt. De tweede keer hebben we het gehad over de inhoud. Wat houdt die wet nou in? De derde keer, vorige week, hebben we het gehad over de gevolgen van de wet. Voor wat de gevolgen zijn voor gebarentaligen in het dagelijks leven. Wat merk je daar nu van? Vandaag gaan we het hebben over de samenhang met andere wetten en andere regels. En daarin maken we een onderscheid. De erkenning van gebarentaal, van EGT, is belangrijk voor alle gebarentaligen. Horend, doof, slechthorend, voor iedereen die kan gebaren. Daarvoor is deze wet belangrijk. Het onderscheid een beetje toelichten, Eva. Jazeker. Het wetvoorstel voor de erkenning van EGT gaat dus geldt voor alle gebarentaligen, dus doven, slechthorende, doofblinden. Dus daarvoor. Dat betekent dat je recht hebt op het gebruik van je eigen taal en het uitdragen van je eigen cultuur. En dat geldt dus voor alle gebarentaligen. En deze wet die regelt ook dat de overheid informatie moet verspreiden in EGT. Dat geldt dus voor de toegankelijkheid, toegankelijkheid van de informatie en communicatie. En dat kan dus op verschillende manieren geregeld worden. Een voorbeeld daarvan is ondertiteling of het inzetten van een spraakboek. Lucia, ik hoor je niet. Dat betekent voor mensen dat ze informatie kunnen krijgen via NGT, in NGT. En niet alles is daarmee geregeld met die ene wet. Bijvoorbeeld de zaken waar je tegenaan loopt, hè? Bijvoorbeeld 112 die niet bereikbaar is, de tolkvoorziening. Ondertiteling op de televisie die slecht is, bijvoorbeeld. De omroepinstallatie in de trein, dat zijn allemaal knelpunten die niet in deze wet geregeld worden. Het gaat hier echt alleen om communicatie, informatie via EGT. Dat geregeld wordt. Je kan niet alle regels of al deze onderdelen in één wet vastleggen. Deze wet heeft te maken met de taal en cultuur en je kan dus niet. Ja, dus dat betekent dat deze wet te maken heeft dus met taal en cultuur en al die andere facetten zoals ondertiteling, 112, tolkvoorziening, die zijn ook allemaal belangrijk, zeker. Maar die worden niet via deze wet geregeld. Daar zijn andere wetten voor en andere regels, een andere regelgeving. Zoals bijvoorbeeld de tolkvoorziening, die is al geregeld. Er is vorig jaar een wet voor aangenomen, de wet centralisering tolkvoorzieningen. En ook ondertiteling is al geregeld in de mediawet. De mediawet wordt wel aangepast, want ook daarin komt informatievoorziening via een tolk EGT op de televisie wordt daarin opgenomen. Dus daarvoor is de wet op erkenning van EGT ook niet voor nodig. En dan telefoondiensten, telefoonbemiddeling, telefoontolken, is geregeld via de telecomwet.
Dus er zijn heel veel dingen al geregeld, want ook 1 en 2 hoort daaronder bijvoorbeeld, bij die bemiddeling. Dus dat zijn zaken die al in andere wetten zijn vastgelegd. Maar voor het VN-verdrag, de rechten van mensen met een beperking, wat geen wet is, maar een richtlijn, daar staan wel een aantal zaken in waarmee de overheid heeft aangegeven dat zij de Nederlandse wet zo zullen aanpassen dat die in overeenstemming is met het VN-verdrag. Dat VN-verdrag is dus een richtlijn. Die zegt dus, dit is de bedoeling. En dat betekent dat de overheid de wetten controleert en aanpast, zodat iedereen gelijke rechten heeft. Maar dat vraagt wel ook iets van onszelf. Kan jij daar nog iets over zeggen, Eva? Ja, dat vraagt twee belangrijke aspecten van ons. Het eerste daarvan is geduld. Heel veel geduld. En het andere is actie. En dat geldt ook voor jullie. Het ondernemen van actie. Dat geduld hebben we nodig. Omdat de wet natuurlijk uit heel veel verschillende aspecten bestaat. En dat kan je natuurlijk niet in één keer die verandering teweeg brengen. Een wet kan niet gelijk die verandering in gang brengen. Dat heeft heel veel stappen nodig die daarvoor ondernomen moeten worden. Een ambtenaar heeft heel veel tijd nodig om zoiets in gang te zetten. Dus daarvoor hebben we geduld nodig en daarnaast actie. En actie betekent dat bijvoorbeeld de overheid niet zo heel veel weet over gebarentaligen, doven, doofblinden, over welke beperkingen en belemmeringen zij ervaren. Zij hebben daarvoor nodig dat deze belemmeringen gemeld worden. Dat bij een instantie of bij een organisatie wordt gemeld. Dat er geen informatie en communicatie via NGT. Doet jij je pad weg? Dus het is belangrijk dat je deze meldingen doet, dat je geen informatie of communicatie kan krijgen via gebarentaal. Want dat betekent dat er wordt gediscrimineerd. Op het moment dat je geen enkele melding maakt en alleen eventueel op Facebook wat erover zegt, dan verandert er ook niks. Dus het is echt belangrijk om bij een instantie of bij bepaalde organisaties zoiets te melden. En als die meldingen worden gedaan, dan is vervolgens ook weer geduld nodig. Die veranderingen, die kosten tijd, dat is een langzaam proces. En een voorbeeld daarvan is de vrouwenrechten. Dat is ook niet van één dag op het ander veranderd. Ook niet in een jaar. Dat heeft heel veel tijd gekost totdat is veranderd. Totdat de tijd we leven, dat nu is waarin vrouwen ook rechten hebben. En natuurlijk is dat een doorgaand proces. Dat houdt ook niet op. Ja, je moet dus melding maken en je moet daarom blijven roepen. Maar laten we eens kijken wat er nou wel of niet geregeld is. Als we kijken naar de tolkvoorziening. Er is afgelopen weken al een paar keer gevraagd naar de tolkvoorziening voor onderwijs voor 30+. Hè? Hoe zit dat? Helpt deze wet daar dan bij? De tolkvoorziening, daarvoor is alles al geregeld in de wet centralisering tolkvoorziening. Die is vorig jaar in mei 2019 aangenomen. Dus dat staat al vast, dat is klaar en afgerond. En in die wet staat dat iedereen recht heeft op onderwijs, in het onderwijs recht heeft op 100% tolkvergoeding. Tolkinzet, basisonderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, maakt niet uit. Iedereen heeft recht op 100% tolkinzet. Tot de leeftijd van 30 jaar. En dat is zo omdat de tolkvoorziening in het onderwijs valt onder het ministerie van OCW. En de tolkvoorziening voor het onderwijs is geregeld in de wet WOOS. En dat gaat over de subsidie die daarvoor beschikbaar is als hulpmiddel bij een handicap bijvoorbeeld. Dus in die wet
ja, die geldt tot mensen met, die 30 jaar oud zijn. Dat heeft te maken met de studiefinanciering. Dus het probleem is niet het recht op het gebruik van NGT. Hè? Dat mag, je mag NGT gebruiken. Maar tot je 30ste kun je gebruik maken van tolken. Na je 30ste zegt OCW, ja, dat betalen we niet meer. Want dan is het klaar. Alles wat te maken heeft met onderwijs betalen we totdat je 30 jaar bent. Dus dat betekent dus, nou ja, het probleem is dus gewoon geld. Het ministerie van OCW zegt, ja, wij zijn verantwoordelijk totdat mensen 30 jaar oud zijn. En daarna valt het niet meer onder onze verantwoordelijkheid. Dus dan zou het moeten vallen onder het ministerie van Sociale Zaken. Die zou dat dan moeten oppassen. Maar daarvoor zegt het ministerie, nee, dit is toch geen werk, dit is opleiding. Dus zo blijft het een beetje een heen en weer gaande zaak. Wie gaat dit betalen? De wet centralisatie of centralisering tolkvoorziening is naar de Tweede Kamer gegaan. En daarin heeft een van de Kamerleden, zijn naam is Kerstens, hij zit bij de PvdA, die heeft een motie ingediend en heeft gezegd, ja, deze tolkvoorziening, dit knelpunt, tolkvoorziening tot 30 jaar, dat moeten we oplossen. En daarvan heeft de Tweede Kamer gezegd, nou ja, de minister heeft beloofd dat ze dat gaan oplossen. Dus ze zijn ermee bezig. Maar ja, daar moeten we toch een beetje geduld voor hebben. En actie ook. Toch ook is die actie nodig. Eva. Ja. En het VN-verdrag is iets wat iedereen inmiddels kent. Daarbij is het ook heel erg goed als het NGT erkend wordt in de wet. Want het VN-verdrag die zegt namelijk dat je niet mag discrimineren op taal. En er staat ook in dat gebarentalen, verschillende gebarentalen erkend moeten worden. Omdat gebarentalen echte talen. En dat mensen het recht hebben om informatie te krijgen en te kunnen communiceren via hun eigen gebarentaal. Dit staat ook in de memo. Zodra de Nederlandse overheid de NGT erkent. Dat betekent ook dat de overheid zodanig het VN-verdrag ook volgt. Even iets anders. We hebben enkele vragen gekregen over het vak Nederlands gebarentaal in het onderwijs. Of dat niet verplicht gegeven zou moeten worden. En dat is eigenlijk iets wat al mogelijk is. Dat je het als vak zou willen geven op een reguliere school, daar kan je dat in de vrije keuzeruimte als vak geven. Je zou kunnen vragen om NGT-les te krijgen, die mogelijkheid is er al. Maar daarvoor is ook weer actie nodig van onszelf, die vragen gesteld worden om het vak in te. Dus onderwijs in Nederlands en in NGT. En dat is een keuze die ouders zelf maken. Dat is hun beslissing. Dat is de vraag of ouders dat willen of niet. En als ouders de keuze maken om ook NGT te geven aan hun dove kinderen, om dat dus zij zouden daar een gebarencursus voor kunnen volgen. Het probleem is alleen dat dat op dit moment vanuit de zorg wordt geregeld. En dat is eigenlijk best vreemd. Ja. Want Nederlandse gebarentaal is geen hulpmiddel, is niet onderdeel van de zorg. Dat is een cultuur en een taal. Dat is op dezelfde manier geregeld eigenlijk als de Friese taal eigenlijk. Dus dat zou moeten worden veranderd.
En daarvoor is weer nodig dat iedereen actie onderneemt. Dat is wat we nodig hebben. Ja. Ja. We hebben natuurlijk al een aantal voorbeelden genoemd. En daarvan hebben we dus ook gezegd, er is actie nodig. Volgende week gaan we het daar verder over hebben. Hoe die actie er dan uit kan zien. En wat kunnen jullie doen? Wat kunnen wij zelf doen? Maar wat wel belangrijk is nu, is dat we besproken hebben een aantal voorbeelden in verband met de erkenning van EGT en de toegang van doven en slechthorenden. Die gebruik willen maken van NGT. Ondertiteling zit dan niet in de NGT-wet, maar de wet gaat echt om NGT. En waar het ook om gaat, is dat je niet alles in één wet kunt vastleggen. Dat gaat niet. Voor elk onderwerp is er een andere wet, andere regelgeving. En dat is vaak omdat het door allerlei verschillende ministeries moet worden uitgevoerd. Onderwijs zit bij het ministerie van OCMW. Werk zit bij het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken. Dus je kan dat niet bij elkaar in één wet stoppen. Dus ondertiteling 112, tolkvoorziening, dat zijn wetten die op andere plekken gemaakt en vastgelegd worden. Maar de samenhang tussen al die wetten is er natuurlijk wel. Als de erkenning van de NGT er is, is het wel makkelijker om bijvoorbeeld toegang te krijgen via NGT. Klopt. Ze versterken elkaar wel. Dus alle wetten samen maken het tot één geheel. Eva. Ja, precies. Eigenlijk wat we tot nu toe ook altijd hebben gezegd, is dat we actie nodig hebben. Of nog beter eigenlijk, ja, actie. Dat is eigenlijk waar we volgende week het over gaan hebben. Over actie. En welke acties jullie ook kunnen ondernemen. En wat er allemaal nodig is. Jullie kunnen daar nu alvast over nadenken, over wat je zelf zou kunnen doen. Nu is het inmiddels weer tijd voor jullie vragen. Dus wij zijn heel benieuwd naar de vraag welke vraag jullie hebben. En zodra je die hebt, kunnen jullie die nu stellen. Ik heb gezegd net, gooi de vragen er maar in. Er zijn er nog niet zoveel. Ik denk dat mensen hebben gewacht tot jullie verhaal klaar was. Een vraag die je bijvoorbeeld kan hebben, waar je het over had, even over discriminatie. Waar meld je dat dan? Nou, zodra je ergens tegenaan loopt, bijvoorbeeld dat iemand zegt je mag geen gebarentaal gebruiken, je moet zelf praten of dat je geen tolk mag meenemen. Dan is het belangrijk dat je eerst uitlegt aan die persoon of instantie zelf dat jij voorkeur hebt in het spreken van gebarentaal. Dat je daar recht op hebt. En aan de andere kant kan je bij een organisatie of bij een bedrijf of bij een school ook hetzelfde aangeven. Dus kan je dat hogerop aangeven, dat bijvoorbeeld dat je ergens een bepaalde belemmering ervaart en kan je kijken of dat daar opgelost kan worden. Omdat het soms ook kan voorkomen dat mensen niet weten dat iets nodig is. En dat al zodra je het niet aangeeft, dan kan het ook niet verholpen worden. En ook bij het college van de rechten van de mens, daar kan je ook een belemmering aankaarten. Als je het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt omdat je doof bent of omdat je gebarentalig bent. Of dat je gebarentaal wil gebruiken, dan kan je dat daar aankaarten en kan dat daar ook in behandeling worden genomen. Maar het is vooral belangrijk dat je niet social media gebruikt, zoals Facebook en Twitter, om eigenlijk daar je verhaal kwijt te... Dennis, nog even een aanvullende vraag dan. Dus je zegt, melding maken bij het College voor Rechten van de Mens. Als die nieuwe wet er nou doorheen komt, is het dan zo dat de College voor de Rechten van de Mens, de medewerkers, dan ook training moeten krijgen, bijvoorbeeld over wat dove mensen nodig hebben? Wat verwacht je daarvan? Ik geef deze even aan Corrie.
Ja, dat is wel een rol die ligt bij de belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld doofschap. Dus als de wet klaar is en er door is, ja, dan kan doofschap gaan praten met het college en aangeven van, nou ja, dit is hoe het werkt. Dit is de wet en dan is het aan het college om die te bestuderen en voor eventuele vragen contact op te nemen met doofschap. Want samen kun je dan expertise ontwikkelen. En het college van de rechten van de mens is ook al verantwoordelijk voor het uitdragen van het VN-verdrag. Daar zit ook wel wat gebarentaal in benoemd, dus ze hebben al enige expertise. Corrie, ja, het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen geen kennis hebben van gebarentaal van dove mensen. Mensen denken dan gebarentaal is hetzelfde als braille of zo, hè, dat zeggen ze dan. Dus het is aan de belangenorganisaties om daar naartoe te gaan, hè, om uit te leggen hoe het echt precies zit en waarom gebarentalen wel, waarom geen ondertiteling of waarom dat niet altijd helpt. Het recht op het gebruik van een gebarentaal. Dus de beroepscode voor tolken bijvoorbeeld kent ook lang niet iedereen. Sommige mensen denken dat tolken begeleiders zijn, hè, of dingen uitleggen of ja... Nou ja, dat is niet zo. Dus dat moet ook duidelijk worden uitgelegd, hè, wat de rol is van tolken bijvoorbeeld. Maar dat betekent ook dat dove mensen zelf daar verstandig mee om moeten gaan. Hè. Dus dat ook zich beschikbaar moeten stellen. Dat iedereen, ja, nou ja, iedereen moet, ja, je moet beseffen dat iedereen moet leren. Hè. Nou ja, leren wennen ook aan een nieuwe situatie. Oké, ja, dat klopt. Dankjewel, zegt Dennis. Dan nog even over die samenhang. Hè. Je had het over de wet WOOS, over de tolkuren tot 30 jaar. Die motie die is ingediend. Verwacht je dat die motie binnenkort in behandeling gaat komen? Dat er een oplossing komt? Hoe lang gaat dat nog duren, denk je? Corrie? Ja, wat ik net al heb gezegd. Hè, de wet op het gebruik van NGT heeft daar op zich niks mee te maken. He, dat regelt niet onderwijs. Dat regelt ook niet dat knelpunt van die 30 plus. Ja, dat is al geregeld. Dat wordt al geregeld in een ander... Ja, sorry, zegt Dennis. Een beetje in de war. De motie om dat op te lossen, he, die uren, voor mensen die ouder zijn dan 30. Het bezwaar. Hoe lang gaat dat nog duren? Corrie? Ja. Ook daar is actie nodig vanuit de belangenorganisaties. Ja, je moet dat blijven aankaarten. Hallo, hallo. Slapen jullie? Nee, hallo. Dit is een knelpunt. Ja, en hier moeten we iets aan doen. En dat moet je blijven herhalen en blijven aankaarten. Maar ja, de belangenorganisaties in het algemeen heeft er natuurlijk vrij weinig vrijwilligers. Dus ja, wie gaat dat dan doen? Ja, niet iedereen heeft de tijd om dat aan te blijven kaarten. Dus de wet centralisering, tolkvoorziening, heeft heel veel tijd gekost hoor. Heel veel lobbywerk, heel veel gemaild en ook heel veel aan de bel getrokken. Ja, en dit is dan als laatste motie die er nog aan vastzit. Ja, voor een deel ligt de verantwoordelijkheid ook bij doven zelf. Ja, je moet toch die actie ondernemen, anders gebeurt er niks. Dan zegt de overheid, nou ja, we horen niks, dus we doen het blijkbaar goed. Dus dat is wel een puntje. Dennis, ik kijk even of er nog andere vragen zijn. Ik moet even nadenken hoe ik daar een vraag van maken kan. Het gebarencentrum. Zou daar nog een soort iets met subsidie mogelijk zijn in verband met dienstverleningen, dus gebarenwoordenboek of iets dergelijks. Als je dat gratis zou doen, dan zouden meer mensen NGT kunnen leren, makkelijker misschien, en dan zou het zichtbaarder zijn. Is dat iets waar jullie een reactie op kunnen geven? Dennis zegt blijkbaar. Corrie, het is te duur om een abonnement te nemen op het gebarencentrum. Ja. Dus er is een soort aanvulling, financiële aanvulling nodig om diensten gratis beschikbaar te stellen. Nou ja, op het moment dat je zelf natuurlijk meer bekendheid voor Nederlandse gebarentaal wil, je wil dat meer mensen gebarentaal gaan leren, dan is het ook nodig dat je zelf in actie komt. Dus dove docenten, Nederlandse gebarentaal,
ouders. Dus eigenlijk iedereen kan in die zin die er iets mee te maken heeft, daar iets in ondernemen. Dus het is niet alleen het gebarencentrum. Het gebarencentrum is natuurlijk die heeft natuurlijk expertise en heeft kennis van de inhoud aspecten. Maar natuurlijk, wij kunnen samen natuurlijk meer zorgen voor de verspreiding en meer voorzien in uitleg. Ja. Oké. Okay. Corrie? Dennis, Corrie zit vast. Even kijken. Ja, nu ben je er weer. Nu is het goed. Oké, okay, zegt Corrie. Bijvoorbeeld, elke maand heeft de gemeente een gemeenteraadsvergadering. Elke gemeente, zo ongeveer, hè? Dus als ik nou, ik woon in Utrecht en ik denk, nou, ik wil graag daar naartoe met een tolk. Ja, Eva, eigenlijk gaan we het daar volgende week over hebben. Dat is niet helemaal aan de orde van vandaag. Oh ja, ik heb al iets verklapt. Okay. Ik neem het terug. Het is eerst even huiswerk voor de kijkers natuurlijk, om eens te kijken wat ze zelf kunnen doen. Ja, zegt Dennis. Inderdaad, hè, we hebben het vorige week al gehad over huiswerk voor volgende week. Bedenken, wat kan je zelf doen? Bedenk voorbeelden die je volgende week kan meenemen, waar dan Corrie en Eva als jury een uitspraak over kunnen doen, zodat we een beetje weten welke weg je op neemt. En een beetje geintje. Maar. Nog een vraag. Iemand vraagt, als de wet er doorkomt, kunnen daar dan nog andere wetten uit voortkomen? Of is het nu dan klaar? Hè? Je hebt het al gehad over de tolkvoorziening 1 en 2. En hoe hou je dan overzicht? Komt er bijvoorbeeld één alles overkoepelende wet? Of komt er één ministerie waar dat verantwoordelijk wordt voor alles? Hoe hou je dan het overzicht? Het maakt niet uit of je horend bent, doof bent, Fries, gebarentalig. Er zijn gewoon heel veel verschillende wetten in Nederland die een hoop zaken regelen. Er zijn echt boekwerken van die wetten die gaan over cultuur, over onderwijs, over justitie, zoveel verschillende wetten die er allemaal bestaan. Dus je kan wel zeggen dat het dan alles zou verduidelijken, maar eigenlijk kan dat haast niet. Er zijn heel veel verschillende wetten voor allerlei zaken. En dat is hoe het is. Corrie, ja, zo is het in Nederland. Als je denkt dat er bijvoorbeeld een bepaald onderwerp met cultuur of met onderwijs te maken hebt, dan heb je die verschillende categorieën al. En Nederlandse gebarentaal beïnvloedt eigenlijk al deze verschillende gebieden en onderwerpen. Dus zodra deze wet er doorkomt, is het natuurlijk even aankijken waar bepaalde aanpassingen nodig zijn. We hebben het vorige keer natuurlijk al gehad over erkenning, die in deze wet natuurlijk komt te staan. Over de eed, hè, die je moet afleggen, de formulering die je daarvoor nodig is en die vastgelegd wordt in de wet. Tot nu toe mocht dat alleen maar in Nederlands en het Fries. Maar ja, dat kan dan dus ook in NGT. Dennis zegt, oh, is dat nu al? Nee. Straks als die wet er doorkomt. Dat is een van de gevolgen. Hè? Dus dat verandert dan meteen bijvoorbeeld het doen van zo'n eet. En zo zijn er meer dingen die daaruit kunnen voortkomen. Sorry, zegt Dennis. Corrie? Daarom is het dus belangrijk ook, dat belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld Doofschap, dat er iemand is met expertise, hè, die weet over recht, over wetten, die er verstand van heeft. En dat, het liefst gebarentalige personen die zich beschikbaar kunnen stellen, hè, die dat werk voor Doofschap zouden willen doen. En die die samenhang kunnen bewaken en die ook begrijpen hoe dat in elkaar zit. Ja, het is een complexe materie, zeker. En het is natuurlijk ook het is gewoon heel veel om dat allemaal te weten. Ja, natuurlijk. Als boer wil je dat helemaal niet. Je wil gewoon 10 koeien, je wil dit, je wil dat, je wil zus. Dus niet iedereen heeft verstand van
Hetzelfde voor ons geldt het natuurlijk ook een beetje. Hè? Over gebarentaligen heb je te maken met werk, je hebt te maken met onderwijs, je hebt te maken met privé situatie, met sport. Ook dan moet je van al die domeinen, moet je iets van weten. Ja, dat is ingewikkeld. Maar zo werkt het nou eenmaal in Nederland, zo werkt het systeem. En het is goed geregeld hoor, ja, maar het is wel uitzoekwerk. Dennis, ja, eigenlijk wat ik eigenlijk wel, ik wou iets vragen, maar dat is eigenlijk al een beetje beantwoord. Als ze nou, wat zal ik eens zeggen, toegankelijkheid in musea, in gebarentaal bijvoorbeeld, hè, als daar een wet voor is. Of dat artikel verandert of wordt verwijderd bijvoorbeeld, dan heb je doofschap nodig om dat te bewaken, hè? Om daar toezicht op te houden van wat er allemaal in staat en of dat allemaal wordt gewaarborgd. Ja. Nou, daar kunnen we het volgende week zeker over hebben. Dus over welke acties er nodig zijn op het moment dat je tegen bepaalde zaken aanloopt in toegankelijkheid, communicatie, IGT. Welke acties je daarop kunt ondernemen, dat bespreken we volgende week. Oké, prima. Dennis, ik zal even kijken of we alles hebben gehad. Ik denk nog één vraag. Op YouTube niks. Ja, dan is er nog één vraag en dan stoppen we. Jullie zeiden net iets over waar ik even op wil aansluiten. Eva die zei, je moet melding maken. Je moet zeggen, ik heb EGT nodig. En toen zei Corrie al, nee, je hebt recht op EGT. Vaak is het toch een beetje een discussie over het idee, ik ben afhankelijk van gebarentaal of ik heb recht op gebarentaal. Kunnen jullie uitleggen welke manier van spreken beter is en waarom? Dat verschilt eigenlijk per persoon wie welke taalvoorkeur heeft. Dus je gehoorverlies is natuurlijk ook bij iedereen anders. Er zijn doven die zelf praten, die gehoorapparaten dragen waarmee ze redelijk goed kunnen horen. En toch het gevoel hebben dat Nederlands gebarentaal het beste bij hun past qua toegankelijkheid. Waarin ze het makkelijkste zichzelf kunnen uiten en informatie. Dus dat is taalvoorkeur. Ze hebben deze. Soms zeggen mensen wel, jij kan praten, dus je hoeft niet te gebaren. Maar dan denk ik, nee, dat beslis je zelf. Hè? Gebarentaal hangt aan je identiteit. Dat maakt het fijner, heb je vollediger toegang, et cetera. Dus dat is voor iedereen anders. Ja, dat hangt af van je identiteit. Dat is hetzelfde als iemand die Fries is, ook tweetalig is. Die kan zowel Nederlands als Fries. En in de wet van Friese taal is dat ook geregeld, dat iemand ook recht heeft om Fries te spreken. En ook te communiceren in de Friese taal. Dat is, voor Nederlandse gebarentaal zou dat hetzelfde moeten zijn. Dus dan maakt het niet uit of je slechthorend bent of horend of doof. Horend dus, ja. En als je ouder bent van een doof kind, dan geldt het hetzelfde. Corrie, omdat het gaat om gelijke rechten, gelijkwaardigheid in de eerste plaats, dan gaat het om wat je zelf mag en kunt bepalen. Het gaat niet om dat je zielig bent en iets nodig hebt. Het gaat erom dat je zelf kunt bepalen welke keuze je maakt. Dus je kiest voor NGT. Sommige mensen hebben minder keus, maar in de eerste plaats kies je voor je eigen, kies jezelf. Dove mensen die niet spreken, die geen Nederlands gebruiken, maar dat wel lezen bijvoorbeeld, hè, dat kan. Uiteindelijk gaat het erom dat je je eigen keuze maakt, dat iedereen een keus hebt. Dus het recht om een keus te maken waarbij je zelf bepaalt wat je gebruikt. En waarbij je omgeving dus niet bepaalt wat jij nodig hebt. Ja, en Dennis, het hangt een beetje af van het zieligheidsgehalte misschien, ja. Ja, Eva zegt, het is dat je... Ja, ik ben afhankelijk van EGT of ik gebruik EGT of ik heb recht op EGT. Ja, het gaat een beetje om het idee, is een beetje de norm, hè, dat je daarvan afwijkt. Dus het is wel goed dat dove mensen zelf ook bepaalde woorden gebruiken of op een bepaalde manier
praten over hun eigen taal, wat de status misschien van die taal ook wel kan verhogen. Corrie zegt ja. Ja, nodig hebben. Ja, als je zegt ik heb iets nodig, ja, dan maak je dat een hulpmiddel. Hè? Dan maak je die taal een hulpmiddel. En het is dus geen hulpmiddel. Ja, dat moet je niet doen. Taal en cultuur. Het verschil is natuurlijk dat je ook Nederlands ondersteund met gebaren hebt. Maar dat even terzijde. Hier gaat het echt om een taal. Het gaat om de Nederlandse gebarentaal die zijn eigen grammatica heeft en zijn eigen lexicon en dergelijke. Dennis, nou, dat denk dat dat een mooie afsluiting is. Bedankt voor deel 4 vanavond. En we hebben het gezegd, hè, actie volgende week. Ja, wat kunnen wij zelf doen, hè, persoonlijk, maar ook als organisaties. Wat kunnen we doen? Bij deze het verzoek om na te denken over wat je zou kunnen doen in verband met erkenning, maar ook na de erkenning. Hè, wat kun je dan nog doen? En dan gaan we het daarover hebben volgende week. Welke manier zou je dat dan vorm kunnen geven? Dus daar komen we dan op terug volgende week, maandag 30 augustus, 7:30. Spannende week. Hè? Of het op de agenda komt van de Kamer of niet. Weten jullie het al? Of is er al uitslag? Nee, nog niet. Okay. Nee, als het bekend is, dan laten we het natuurlijk gelijk aan iedereen weten. Ja, als we het weten, dan laten we het meteen. Dan informeren we iedereen. Ook via Doofcentraal natuurlijk. Hartelijk bedankt. Er zijn er mensen die nog even zeggen respect voor jullie werk. Dank jullie wel voor vanavond. We zien jullie volgende week. Tot dan. Fijne avond. Oh, wacht even, Dennis. Nog even de link naar Tiki, hè, ter ondersteuning van al onze activiteiten bij Doofcentraal. Ik gooi hem er nu nog even in. Jullie kunnen eruit. De livestream blijft nog eventjes open, zodat mensen nog kunnen doneren. Dank jullie wel allemaal.